Hallo Aproeletters en welkom bij Aproelet. We gaan weer beginnen met de Floating Ruins. Episode 2, woehoe! Voor de mensen die Aproelet nog niet kennen. Dit is Aproelet, een awesome channel met de awesomest Minecraft series en meer. Ja, ik had in de comments gehoord van mensen wat ze wouden en wat ze niet wouden en wat ze wel wouden. Ik had even kijken van Enderwurp. Dat hij het idee had om van elk eiland zeg maar grondstof te halen. En dan op mijn begineiland, dit eiland, hoe heet dat, een groot kasteel te bouwen of iets. Leuk idee. Dan had ik ook nog gehoord van Drnamoshni 22 ish, of zoiets. Dat het een erg leuk idee was, wat ook vet was, om op elk eiland iets te bouwen. Zoals het ene eiland een flat, het andere een bibliotheek en zo. Ook een erg leuk idee, ik denk dat ik voor dat idee ga. Even kijken. Even kijken, dat is weer de... Drumrush. Ja, ik ga me concentreren op deze serie. En ik ga ook hopelijk zoveel mogelijk, als ik niet weer de world kwijtraak, Dropcraft. ga ik dat ook zoveel mogelijk doen. Dus laten we dan maar met 10 gaan beginnen. Een paadje vrijmaken. Dat we wat kunnen zien hier. Als laatste waren we geëindigd met de brug. De brug naar het andere eiland. Ik denk dat ik die snel ga afmaken, want... hoe heet dat? Het is nu nog dag, dus... Er zouden zo niet zoveel mobs moeten zijn als het goed is. Oh. Ah. Oh, hij lagde een beetje. Op het verkeerde moment eigenlijk. Zo, we gaan de brug even snel afmaken. Dan gaan we wat mobs daar ownen. Ownen like a motherfucking boss. En dan gaan we verder. Oké, ik maak even hier het enkel bruggetje af. Zo. Oh ja, ons idee was om het met hekjes te doen. Voor een veiligheidsreling. Kijk, ik hoop dat de zombie me niet oont. Oh. 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 Rust. Doei. En doei. Doei. Oké. Okay. Die hebben ons zover ik weet niet geoond. Wij hun wel. Drie dubbel en dik. Dus. We gaan verder met de brug. Wat breder te maken. Dat we er niet afvallen. Door de eerstkomende zombie die voorbij komt. Zo, even kijken. Hoppakee, ja, het kost wel veel woed, zeg. Zo. En mensen, altijd weer een reactie achterlaten als je ideeën hebt voor de volgende episode. Zeg me dan gewoon. Gewoon in de reacties. En altijd duimpje omhoog, niet vergeten. En als je het nog niet hebt gedaan, natuurlijk abonneren op de channel, hè. Check ons channel, gewoon allemaal leuke filmpjes en zo. En in de comments laten als je ook gewoon, ook al gaat het gewoon over iets randoms. Of gaat het hoe moet je poepen. Als je zo'n filmpje wil, zeg ik nee, zo'n filmpje ga ik denk niet doen. Maar als je gewoon een random filmpje wil of iets, het hoeft niet over Minecraft te zijn, zeg het dan ook gewoon. Ik bedoel, ik kan het doen, want de comment section, er gaan nog geen honderden mensen in posten. Ik steal iron, dat is nice. Maar in de comment section posten nog geen honderden mensen, dus het valt nog mee. Oké, dit is wel shitty aan een snow biome. Dat er gewoon alles bevriest. Echt naai. Ach ja, we doen het er maar even mee. Daar is kool. Dat is het eilandje van kool. Oh, dat is wel een nice eiland. Oké, de planning voor vandaag. Ik denk dat we... Daar ik deze hele grote boom gaan hakken. Hier. Alweer een wortelstelsel. Even dicht voordat we erin vallen. Ik zie hier nog iets speciaals van een kitchen, want ik ken deze map dus namelijk niet. Dus, als mensen ook challenges voor mij willen, zeg dan maar gewoon, verzin ze. Ik bedoel, ik zal kijken of ze leuk zijn en dan zou ik ze gewoon doen. Ik wil altijd leuke challenges. Bijvoorbeeld, oh, dat is een enderman. Zo'n blokken. Oh, ja. Yeah. Kom dan. Cool, joh. Ik kom niet. Oké. Okay. Ik ga even wat stone eggs maken en dan had ik het idee om op mijn begin eiland een toren te maken. Dat lijkt me wel vet, een uitkijktoren. Oh wacht, ik mes het hierop. Ik ga eerst even een eggs maken. Om een grote uitkijktoren op deze berg te maken, dat lijkt me best cool. Dat we al elk eilandje kunnen zien en zo. Nogmaals, de snow biome is echt shitty. Onder iets. Nup. Joep.
Oké, dit ga ik niet wagen. Ah, fuck. Zo. Ja, sorry dat ik zo pussy ben. Mijn excuses. Maar, we kunnen beter gewoon safe spelen. Oké. Een X. Lalala X. Lalala X. Ik hoorde ook dat ik erg veel in de microfoon blaasde. Mijn excuses hiervoor. Dat kwam omdat ik de microfoon iets lager heb. Ik heb hem nu hoger. Ik hoop dat jullie me wel nog goed kunnen horen eigenlijk. Anders zou het best naai zijn. Maar ja. Dus. Oké, we hebben X genoeg. We pakken ook even een pickaxe. En dan kunnen we, als we steen moeten hakken, dat ook doen. Of iron of iets. Oh, hebben we nog een zwaard? Ja, dat hebben we nog. Zo. Nou, dat doen we maar één. Zo. En hier, hoe? Let's go. Njam, 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 njam. Mensen zullen denken van, ja, waarom eet je dat nou voor een half honger dingetje? Nou, ik zou het zeggen. Je hebt zeg maar eigenlijk twee hungerbars hierin, in Minecraft. Dat heb ik ook pas laatst ontdekt via Entfinum. Entfinum, hoe je dat spreekt. Maar in ieder geval, je hebt dus de hongerbar zo. Die wat je daar ziet, voor health regeneration en zo. En je hebt ook nog eentje die je niet kan zien. Zeg maar een soort van, hoeveel honger je krijgt, hoe snel je honger krijgt, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel. Wow, dat was ik bijna dood. Hoe snel je honger krijgt, qua, wanneer gaat dat ding naar beneden lopen? En nu, doordat dat half dingetje nog opgegeten, gaat dat heel langzaam naar beneden lopen. Dus zeg maar, duurt het nog heel lang voordat dat ding naar beneden loopt. Zo moet het zijn. Dus dat is wat chiller. Chiller, chiller, chiller. Maar ja, ik hoop dat deze episode dus ook wat de ene al zei van, ja, concentreer hierop. Ik hoop dat het ook gewoon echt een groot succes wordt. Want ik vind het zelf wel leuk, hè, tot nu toe. Dus ik vind het ook gewoon een leuk idee. Alleen, ja, het enige shitty is dat ze no biome is. Ik haat die biomes. Ik weet niet waarom, maar ik haat ze gewoon. Ik vind het gewoon niet fijn. Hop. Parcours. Yeah, buddy. Oké, we zijn bij de top. Zo. En nu gaan we hakken. Hier is nog niks. Daar is het. Ik zie wood. Ik zie wood. Good morning, you are sorry. Nee, ik heb een liedje mogen van American Dad. Leuk programma, leuk programma. Alleen Family Guy is nog steeds 10 keer zo leuk. Ik denk dat veel met me eens zijn, of niet? Ja, wat vinden jullie leuker? Laat het in de comments achter, hier beneden. Wat vinden jullie leuk? American Dad of Family Guy? Mijn persoonlijke voorkeur is gaan naar Family Guy. Ik vind het toch wat humorvoller. Zeg maar. Vooral Stewie, jij zegt awesome. En zo. Dus. Oké, we gaan deze hele boom hakken. Of ja, helemaal niet. Weet je wat? We gaan gewoon beneden wat hakken en later hakken we hem wel helemaal rond. Ik ga gewoon hier wat hakken. Voor, hoe zullen we onze toren gaan noemen? Weet je wat? Laat dat Family Guy geneuzel maar in de comments. Zeg maar hoe, hoe we onze toren gaan noemen. Want ik wil wel een originele naam voor onze toren. Hoe gaan we onze toren noemen? En dan doen we er een sign op zetten. Hoe die gaat heten. Dus in de comments voor leuke namen voor onze uitkijktoren. Dat wil ik weten. Dat wordt de opdracht voor vandaag. De vraag van vandaag. Dus. Oh. En wat vinden jullie van de Dual Survival? Want binnenkort komt er, ik denk als ik deze heb geüpload, dat er nog niet deel 2 is geüpload. Maar we gaan, Ricardo die gaat ook meedoen voor een episode. Moet even kijken. Of altijd, weten we niet. Weten we nog niet. Wat vinden jullie daarvan? Dus het wordt Boudewijn en Ricardo of gewoon eenmaal dat even Ricardo meedoet. Een keer gewoon voor de lols. Wat willen jullie? Zeg het maar. Zo. Oké, jij wel genoeg hout denk ik? Nou, ik weet niet hoe hoog we gaan maken. Maar ik ga hem pretty mooi maken. Pretty, pretty mooi. Gooi wel zombie. Zombie, bitch. Hey, yeah, zombie, bitch. Oh, dat is Creeper Village. Oké.
Zie je, mijn hungerbar is nog steeds vol, terwijl ik de hele tijd loop te hakken en te kappen en te... Oh, is de dag nu al voorbij? Jezus, dit gaat snel. Weet je wat? Dit wordt een extra lange episode, denk ik. Ja, dit wordt een extra lange episode, ik weet zeker. Als mijn ouders niet naar boven komen. Ik had afgesproken dat ik zo ging leren. Ja, de zomervakantie, maar ik moet van mijn ouders... Moet ik Frans, Duits en Engels leren in hel. Bleh. Dus. En willen jullie nog meer trouwens, want ik had ook een keertje, ik weet niet meer hoe lang al geleden, dat is best lang geleden geloof ik. Ik had van iemand gehoord, wel chill dat jullie niet alleen Minecraft doen, maar ook andere series. Ja, ik vind die andere series ook leuk, en zo, om te maken ook, en vooral. Ja, wat willen jullie? Want ik ga in de zomervakantie naar Tsjechië. Op vakantie, dat is wel saai zo, maar het enige voordeel, als je op Google Earth naar het huisje kijkt, is het bos. Een open vlekje met een huisje erin en daar zitten wij in het vakantiehuisje, zeg maar. Dus ik kan misschien wel survival dingen gaan doen, filmpjes en zo. Dus als jullie ideeën hebben, graag, laat het me horen. En dan kan ik iets voor jullie tekenen. Oké, dat was echt een angstkreet. Dat was een slow motion. Oké, ik denk dat we bijna wel genoeg hout hebben. Maar als jullie dus namen weten voor de toren, hier beneden in de comments zetten. En kijken we gewoon welke naam ik het chillst vind. Of als er een naam twee keer gekozen is. Bijvoorbeeld dit is Henk, Piet Tower of weet ik veel wat. Henk. Dat betekent dus dat er twee keer Henk is en twee keer Piet. En nog een keer Henk. Als er drie keer Henk, dan kies ik Henk. Natuurlijk, als er drie keer Piet is, kies ik Piet. En als er Henk of Piet, als er Henk en Piet staat, kies ik Henk, want die vind ik cooler. Want Henk is gewoon een awesome naam. Gewoon Henk. Henk gewoon. Henk. H-E-N-K. Even kijken, Fraps is nog steeds op en nemen. Ja, laatst had ik het dat ik... dat was ook met Tropicraft. De eerste episode heb ik drie keer gedaan. Ik wou gelukkig dat het de eerste keer was. Want ja, de ene keer deed Fraps het niet. De andere keer had ik hem vergeten aan te zetten. Toen die Minecraft weer niet. Heel raar allemaal. Heel raar. Echt super raar. Oké, we gaan richting beneden. Er zitten mobs op de brug. Zo. Ik heb ook trouwens nog een andere adventure map. Hoe heet die? Oh nee. Fuck. Oké, dit is naai. Maar een andere adventure map, Sunken is er. Oh. Holy shit, man. Creeper Village. Hoeveel creepers? Oh nee. No fucking way. No fucking way. Mijn hungerbar, hè? Die is nog steeds niet naar beneden. Holy shit, ik denk dat ik maar ga slapen, jongens, want krijg je het benauwd hier van al die creepers en shit. Holy shit, gewoon eigenlijk ook gewoon twee achter elkaar, hè, van hey Alexander, ik ga je brug opblazen. Boom. Oh, dankjewel. Hey Alexander, ik ga de andere kant van de brug opblazen. Dat vind ik cool. Ik heb creepers. Oh, bonus. Wat. Oh, ponies. Oh, Alex. Oh, daar spannen er weer twee. Ik heb scheid aan. Jongens, ik ga een dutje doen. Yeah, dutjes rules. Bijna dood. Oh ja. Ja, we hebben wel geluk. Oh, ik loop er steeds helemaal om. Oké, okay, ik ga slaapje doen. Ik heb onze deur open laten staan. Niet zo slim. Oké, okay, dit is mijn bed. Zo. Slaapie. Hallo, gloednieuwe dag. Weet je, ik denk dat het slim is als we wat hout gaan. Ik doe even alles hierin, anders hou ik te veel bij me. Zo. En dan pak ik gewoon wat ik nodig heb. Het zwart hebben we sowieso nodig. Oké, die kunnen we inwisselen voor die. Dan heb ik nog een axe nodig. Die kan daarheen. Ik heb hout nodig. Hout. En tortjes.
Dat was wel. Ja, dat was het. En ik hoorde dat de zombies dood is. Oké, jongens. We gaan de tower of puntje, puntje, puntje. Ik zal hem hier gewoon gaan bouwen. Wacht, pak even mijn shovel. You got to shovel, shovel. You got to shovel, shovel. Oh, ik heb geen shovel. Dan maken we een shovel, shovel. You got to shovel, shovel. Za. Oh. Ja, vorige episode was ik wat stil. Sorry daarvoor. Maar ik ben gewoon niet blij, denk ik. Want ik heb gehoord dat ik naar HAVO ga. Ja, normaal van VWO naar HAVO. Maar ik had eigenlijk even een punt. Heel raar in ieder geval. Maar in ieder geval, ik kom toch nog naar HAVO. Dus daar ben ik blij om. Heel veel mensen zullen niet blij zijn als ze naar HAVO gaan. Of juist heel blij. Ik weet niet. Wow, zag je snel dat veranderde in gras? Dat is gewoon flip flip. Flip flip. Oké. Kut sneeuw. Weet je, oh, dat is een dungeon, daar moeten we ook heen. Zo. Oké, jongens, de tweede vraag van vandaag. Welk eiland gaan we hierna verkennen? Wordt het eiland dungeon? Wordt het het kleine eiland naast me met de boom, of wordt het nee, die twee zijn de vraag. Dus dat wordt de vraag, de tweede vraag van vandaag. Oké, hoe gaan we dit slim doen? Ik kan wel mooi artistiek maken. Ik hou van artistiek hoes, yeah. Oh, wacht, dat is niet goed. Want dan zou het betekenen dat hij maar eentje hoog is. Oké, we moeten even kijken hoe we dat groter kunnen gaan maken. Zo. Oké, eens even kijken. Waar hebben we de grootste ruimte? Dat stukje weghalen. Gewoon een stukje berg weghalen. Zo. En dan doen we zo. Zo. Zoiets. Help, hè? Dit wordt fucking mooi. Echt fucking mooi. En gewoon van denken van... Oh my god, dat is fucking mooi. Zo mooi wordt het. Echt gewoon zo mooi, hè? Echt gewoon niet minder mooi. Nee, gewoon zo mooi. Zo van... Oh my god. Dat is mooi. Het is gewoon een artistieke toren. Oh, wacht, ik doe het niet goed. Ik faal. Nee. Ik mag niet falen. Mag ik faal niet? Of wel? Jawel, ik faal wel. Ik faal wel. Maar nu moet hier eigenlijk derde komen. Derde. Oh, wat is dit? Oh, dat is mine. Lol. Even kijken. Zo, dan moet die opgevuld worden. Hup, tap, tap. Tap, tap. Jullie zullen niet denken, waarom doe ik die tumors aan het einde? Die uitsteeksels dingenachtig is. Nou, dat doe ik voor een reden, appelletters. Dit zorgt voor een artistiek en mooi effect van de toren. Hierdoor komt het binnenste naar buiten en het buiten naar binnen, of zoiets. Nee, ik zit gewoon maar te lullen, ik vind het gewoon mooi. Als die ook raak is, dan wordt het wel mooi. Let maar op!
Zo. En niet vergeten altijd duimpje omhoog, hè. Want de reacties waren helemaal top bij de vorige. Ik ben er echt blij mee. Dat mensen ook veel reacties deden en zo. En alles. En de volgende keer gewoon ook nog een duimpje erover. Gewoon zijn gewoon 2 klikjes. Gewoon 2 klikjes. Nee, je krijgt er niet voor betaald. Sorry dat we je niet betalen. Het spijt ons zeer. Weet je wat ik denk? Nog wat meer wood halen. Heel veel meer. Auw. Benen. Gebroken. Dood. En weg. Wood, wood. Oh, mijn stem sloeg een beetje over. Wood voor deze. En we gaan verder met de Tower of Watchy Watchy. Watchy Watchy Watchy. Nee, niks Tower of Watchy Watchy. Dat heb ik van een andere serie gefaked. Maar daarom wil ik een eigen naam. Er is niks Tower of Watchy. Ik wil de Tower of... weet ik veel, dat laat ik aan jullie over. Yeah. Jullie mogen kiezen welke tower we gaan doen. Yeah, yeah, yeah. Yeah, party. Zo, 1. Oh, dat is verkeerde. Fuck, ik faal, ik faal, ik faal, ik faal. Nee, ik mag niet falen. Weet je, toch gaan we daar gewoon fucking hard dood. Toen gaan we naar beneden komen. Ik denk dat ik dan wel aan de binnenkant ga springen. Dat is, dan worden mijn spullen gewoon smash tegen de muur gesmakt. Dus van flash. En die zijn van van de rand af. Zo, ik ben een beetje hees geworden. Ach ja. Er is geen muziek in Minecraft. Bah. Ik wil een jukebox hebben. Jongens, wat vinden jullie? Dat ik een jukebox mag faken? Ja of nee? Laat het ook maar in de comments achter. Gewoon, Alex, je mag een jukebox faken. Je mag hem stelen via Too Many Items. Of je zegt, nee. Je moet hem zelf maken en vinden. Ik weet niet of deze in deze map zit. In een kistje of zo. Want hier zijn denk ik geen dungeons met plaatjes. Dus dan moeten we zorgen dat een skelet een creeper killt. Dan krijg je een zo'n... Oh, muziek! Oh, een teken. Het is een teken voor ons. Het is een teken van hierboven. Dat hij van ons houdt. En altijd van ons zal houden. Zo. Ja, ik heb het geluid naar de vorige keer wat zachter gezet. De vorige keer merkte ik dat het erg hard was, vooral als ik gras deed. Ik hoop, ik heb hem nu op 14 staan. Ik hoop dat het wat minder hard is. Zo. Hoe willen wij het hebben? Tot ons goud op is. Ja, we moeten ook nog een bovenkant maken. We gaan boven die boom opkrijgen. Overal heen kunnen kijken. We kunnen over, dan dat kunnen we over de hele wereld kijken. En echt de hele wereld. Van Afrika tot in Amerika. Nee, grapje. Ons wheat farm gaat niet echt snel, hè. Ik denk dat ik even wat boon wil gaan gebruiken. Als ik je eraan denk, dan zal ik op het laatste van de episode even nog de vragen herinneren die jullie moeten doen. Voor de mensen die het nu al willen doen, nog 1 keer de vragen. Vraag 1. Wat willen jullie de volgende episode ook gaan doen? Vraag 2. Welk eiland gaan we de volgende keer exploren? Die? Daar? Die? Of nee, ik bedoel deze. Tussen onze eilandje in, dat we zo'n driehoekbrug constructie of iets krijgen. Of de dungeon, waar lava is. Maar we hebben nog geen bucket. Wat willen jullie ook de volgende keer gaan doen? Zeg me in de comments. En vraag nummer 3. Wat wordt de naam van deze toren? De Tower of Punch Punch Punch. Wat willen jullie? Suggesties. Tower of Henk. Tower of Piet. Of Tower of Jan. Of gewoon een eigen initiatief. Als jij zegt van, ja, ik wil de Tower van de wolken. De wolktower. Tower of Clouds. Zeg me dan maar. En anders zeg je niet. Jee, oké, we gaan even een
stopje maken hieraan. En dan is het zover. Dan vind ik dat het wel goed is, jong. Dan vind ik dat deze episode wel lang genoeg is. Zo. Oké, een topje maken. Een topje, een topje, een topje. Oh, we zijn hier iets vergeten. Au. Ik krijg honger. Oh, dat was de zonsondergang. We hebben hem gemist. Potjondori. Zo, 1, 2, 3. Zo, 1, 2, 3. En dan doen we... we hebben niet genoeg hout, geloof ik, dadelijk. Oké, 1, 2, 3. Eén, twee, drie. Zo. Dat is mooi, zeg. Dat is wel mooi, ja. Wacht maar daar, jongens. Vanaf beneden ziet het er super awesome uit. Dus van... Oh my god, is dat wat hij... Nee, dat heeft hij net niet gemaakt. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. 1, 2, 3, 4, 5. Dat halen we niet helemaal rondom. Maar daar heb ik skate aan. Noem hem gewoon bijna rondom. En hierin komt dan straks glas. Zo. Jongens, dit wordt awesome. Gewoon awesome. Oh. Moeten we die weghalen? Gaan we nog even een mooi dak erbij maken. Zo. Oh, fuck, ik val. Zo was het faal ding van vandaag. Ja. Ben af. Zou er ook nog een antenne op doen? Dat is wel awesome misschien. Zo eentje waar we radio mee kunnen ontvangen. Al hebben we dat nog niet in Minecraft. Dat zou wel cool zijn eigenlijk. Ja, dat gaan we erbij doen. Even kijken, is dit het midden? Hebben we één midden? Ja, dat hebben we. Zo. Hé, is dat geen mooie antenne? Is dat niet mooi, dan weet ik het ook niet meer. En nu gaan we doodvallen. Yes! Tenminste geen voet meer. Maar nu is onze XP wel gehalveerd. Dat is wat minder. Waar is de ingang? Is dat hier? Ja, dat is hier. Zo. Kijk, alles mooi bij elkaar. Nou jongens, we gaan even een van die... Zandhoop. Of ik bedoel, dirthoop. Kijk hoe epic dat eruit ziet. Ziet dat er niet epic uit, jongens? Als dat er niet epic uitziet, wacht. We gaan even een mooi ding doen. Om de toren te laten zien.
Dit is de Epictoren. Met zombies erin. Hij is gebouwd in 1998. Een uniek exemplaar. Nee, maar mensen, dit was het weer voor vandaag. Dit was bij Apgelet. Ik ben erg tevreden over de zombietoren. Oh, ik weet een naam. Tower of Zombies. Oké, als jullie het daarmee eens zijn, zeg het dan in de comments. Nog één keer alle vragen. Wat willen jullie dat we de volgende keer gaan doen in de episode? Zeg maar gewoon. Welk eiland gaan we de volgende keer bekijken? Wordt het... Ja, je ziet nu niet waar ik wijs, maar wordt het... Wordt het dit eiland? Met het skelet en de zombie en de grieper? Of wordt het... Dit eiland. Met een coole dungeon. Wat wordt het? Met de creeper bovenop. Wat wordt het voor jullie, Apgeletters? Zeg me. Holy shit. Het is niet meer de Tower of Zombies. Ach ja, we noemen het gewoon zo. En dat was de tweede vraag. Ja, welke touwen en wat gaan we volgende keer doen? Dit was de Apgeletters, dus... Ja, geef antwoord in de comments. En ook als je gewoon iets anders wil zeggen van... I like turtles. Zeg het ook gewoon in de comments. En altijd duimpje omhoog. Als je nog niet hebt gedaan, abonneer op ons channel. En als je ons channel nog niet hebt bekeken, bekijk het dan. En meer. Dit was het voor vandaag, Apgeletters. Doei doei!